Hallo en welkom bij de unboxing van Power Plants. Dit is de Nederlandstalige deluxe versie, uitgegeven door Happy Meeple Games. Wat zit er allemaal in de doos? We beginnen met de regels. In het Nederlands. Niet zoveel pagina's. Het is ook een vrij eenvoudig spel, maar wel een enorm leuk en uitdagend spel. En daarna hebben we een zakje, vrij groot, waar we waarschijnlijk tegels kunnen uittrekken. Wat Ziploc bags. Een solo variant. Dus je kan het spel ook alleen spelen tegen een AI-speler, denk ik dan. Dan hebben we een aantal helperkaarten. Dus voor aan de verschillende spelers te geven. Met de uitleg wat de verschillende planten doen, hoe het spelverloop zit en hoe de puntentelling in elkaar zit. Dan hebben we nog andere kaartjes. Dit zijn dan de eigenlijke plantenkaarten. Er zit een heleboel in. Dus je ziet dat er een aantal verschillende kleuren zijn. Van iedere kleur is er een bepaalde plant en iedere kleur heeft dan ook nog een variatie. Dus je kan dan kiezen of je met de standaardversie of met de variatie speelt. Dan zit er ook nog een aantal kleine uitbreidingen bij. Met een paar extra componenten. De tovenaars. De elfenpoelen. De schoppen. En die hebben dan ook wat extra tokens en extra kaarten. Ja, dat is ook nog een uitbreiding, de mini-opzichters. Hier hebben we wat meeples van de tovenaars. In de deluxe versie zijn dus alle tokens zijn houten componenten. In de standaard retail versie zijn dit gewoon kartonnen tokens. Dus de 10. Dat zijn eigenlijk de punten die je kan verdienen. De 5. De 2-versie. Deze plakt aan elkaar. En dan de gewone 1-versie. En wat hebben we hier dan? Dan hebben we onze first player token. En een aantal elfen in verschillende kleuren. In de standaardversie zijn dit gewoon kubusjes. In de deluxe versie zijn dit effectief elfen meeples. En dan hebben we nog de pokerships, of de eigenlijke planten. Ook dit zijn houten componenten. Iedere plant heeft 8 tokens. Afhankelijk van het aantal spelers worden een aantal uitgehaald. Dus we hebben een zwarte. Dan hebben we de grijze, de blauwe, de donkergroene en de lichtgroene. Wel jammer dat deze maar aan één kant geprint is, maar dat zullen we door de vingers zien. Zoals je ziet zit er ook een degelijke insert in, waar je alles vrij compact kan opbergen. En dit was onze unboxing van Power Plants. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.